Ja, in de krant komen inderdaad verhalen dat het heel slecht zou zijn voor heel veel werkgevers. Maar ik denk juist dat het fantastisch is wat er is gebeurd. We hebben jarenlang een probleem gehad met armoede. En daar wordt nu eindelijk een flinke stap gemaakt om in ieder geval aan de inkomenskant heel veel te doen. Dus de mensen die op minimumloon zitten van $7 per uur, die krijgen met ingang van 1 januari $9 per uur. En dat scheelt $300 per maand. Dat is nogal wat. En ik denk dat het de problemen die nu zo breed uitgemeten worden in de krant, ja, ik vraag me af hoe groot die problemen eigenlijk zijn. Want er wordt heel hard geroepen van we kunnen het niet betalen, terwijl er geen cijfers onder liggen. Ik denk dat heel veel bedrijven, heel veel werkgevers, hun mensen al veel meer betaalden dan die $7 per uur, dat oude minimumloon. Er zijn er maar een klein aantal bedrijven die het echt op het minimum hebben gehouden. En ja, weet je, het is natuurlijk geen gezonde situatie als je werknemers zo weinig moet betalen dat ze er niet van kunnen leven. Het zou in ieder geval zo moeten zijn dat mensen die een normale werkweek van 40 uur werken of 45 uur, dat ze kunnen leven van hun loon. En dat is nog lang niet altijd zo, nu het opgehoogd is naar $9 en per 1 juli naar $10 gaat. Maar er is in ieder geval een flinke stap gezet. En inderdaad, er zit een randje aan. En dat randje is dat er sommige bedrijven die zich niet hebben voorbereid op de toekomst, dat die nu heel hard schreeuwen dat ze een probleem hebben. Alleen, wat mij opvalt, is dat dat niet met cijfers wordt onderbouwd. Dat er dus geen feiten worden gegeven, alleen maar een gevoel. En een gevoel van, ja, nee, ik moet nu zoveel meer loon betalen. Nu kan ik niet meer blijven bestaan. Maar ik heb nog niet gezien dat er veel bedrijven failliet zijn gegaan. En er, ja, wordt er ook geroepen, we moeten personeel ontslaan. Ik weet niet hoeveel mensen er al zijn ontslagen. Dus ik kan me eigenlijk voorstellen dat het gevoel misschien wel is, het sentiment is van het wordt moeilijk en het wordt te moeilijk en we kunnen niet verder. Maar ik zou zeggen, laat zien wat er nou precies aan de hand is. Laat zien aan de hand van je cijfers, aan de hand van je boekhouding, wat er aan de hand is. Of je inderdaad niet meer kunt bestaan. En hoeveel ondernemingen dat betreft. Ik denk dat er maar heel weinig ondernemers zijn die failliet zullen gaan. In ieder geval de wat grotere ondernemers. Die hebben het al lang zien aankomen en die hebben het al lang opgevangen.